Goedemorgen, dames en heren. Welkom in Leuven voor de ontmaskering, ons dag-event. Ik vind jullie allemaal heel moedig en gemotiveerd om hier op een zondagmorgen zo vroeg al aanwezig te zijn. De ontmaskering die we al een aantal keer samen hebben gebracht, opnieuw te brengen, maar iets uitgebreider, of veel uitgebreider, want we maken er een ganse. Ik denk dat we ook een document wilden vastleggen. Met informatie naar de toekomst toe, dat we toch duidelijk zeggen waar het op staat, hoe de stand van zaken momenteel is. Ja, dat is nodig, want we hebben nu een aantal ontmaskeringen gegeven eind vorig jaar, maar vandaag gaan we er dus een lap op geven en de laatste keer we proberen alles zo goed en uitgebreid mogelijk te brengen. Ja, het Trusted News initiatief, dus daar hebben we mee te maken gehad de voorbije 2 jaar eigenlijk, Steven. Dat we toch graag kritische informatie hadden gegeven. En het is eigenlijk, dit heeft heel goed gewerkt, de samenwerking van verschillende partijen, om mensen die toch wat kritisch waren aangaande het beleid geen kans te geven om hoorbaar te worden. En misschien op de volgende slide zijn we getuigen geweest van een periode waarin dat er elke kritiek op het beleid als desinformatie werd weggezet. Dit is eigenlijk onvoorstelbaar. Ik persoonlijk als arts, maar ook heel veel collega's die toch wel begaan zijn met de maatschappij, werden genegeerd. En ik denk dat dat de reden is geweest dat we allebei ook in de pen gekropen zijn. En dus momenteel nog zo wat de enige mogelijkheid om gehoord te kunnen worden. En gelukkig dankzij onafhankelijke media zoals Tegenwind TV vandaag. En we hebben ook, denk ik, opnieuw aan x aantal perspunten het initiatief van vandaag medegedeeld, maar opnieuw toch wel volledig genegeerd geweest. Hè? Niet volledig, want er is één journalist in de zaal. Hè? Ja, we hebben een doorbraak. Ja. Dat is ook een doorbraak. Ja. Dan... Ja, de censuur is er toch nog altijd, je zou denken. Heel die periode is toch voorbij afgelopen. Ongeveer iedereen zal wel weten ongeveer wat er allemaal gebeurd is. Het is niet meer nodig om kritische stemmen te censureren, maar het is nog geen 2 weken geleden, denk ik, dat we opeens de melding kregen op via YouTube dat de opname die ik met Erwin had gedaan, al een half jaar geleden... En eigenlijk een heel, denk ik, genuanceerd interview, waar ik toch de bezorgdheden heb weergegeven, die eigenlijk allemaal bijna stuk voor stuk bewaarheid worden. Heel eigenaardig dat inderdaad na 4 maanden plots is verwijderd. Ja, dat was meer dan 100.000 keer bekeken. En dat zal ook de reden geweest zijn. Zo'n genuanceerde video heeft heel veel impact, denk ik, of kan veel impact hebben. En daarom is het blijkbaar toch nog gecensureerd 2 weken geleden. Maar goed... Die afleveringen staan nog op een 20-tal andere kanalen en bijvoorbeeld op Rumble, maar ook op andere kanalen, is nog altijd te bekijken. Mijn boek stond te koop in de FNAC. Op een bepaalde dag was ik zelf ook in de FNAC aanwezig. Ik kom daar langs en ik zie daar dit kaartje bij staan. Een soort van reclameboodschap. Factcheck dit boek. Een beetje viruswaan in 400 pagina's met voetnoten. Een aanrader voor de liefhebbers van non-fictionele fantasy. Ik was heel vereerd dat er een nieuwe categorie boeken is gecreëerd. Naar mijn weten is fantasy fictie, dus non-fictionele fantasy. Dat is heel bijzonder. Het toont aan hoe dat men eigenlijk de boodschap wil geven aan de koper op dat moment van dit is een goed boek, maar geloof er niet te veel van, dit is fantasy. Ik heb dan de persoon aangesproken die dit kaartje bij het boek gezet heeft. Ik heb even gezegd, sorry, ik ben de auteur van dit boek. Ik denk dat jullie vergist hebben in categorie. die man zei mij, ik heb het boek bekeken, voor mij is dit fantasy. Dan ben ik even met hem in gesprek gegaan, eigenlijk uitgelegd dat ik mijn carrière heb opgegeven voor hem en voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Toch hebben we de tijd voor genomen en hem uitgelegd dat ik als arts in de COVID-pandemie heb meegemaakt aan de lijve. Hij heeft zich nadien wel ettelijke keren geëxcuseerd. Maar het geeft aan in wat een gepolariseerd klimaat we
terechtgekomen zijn. En nog steeds, helaas, klopt. Ja, ja. Ja. Maar dat is ook goed nieuws, denk ik. Hè, op de... Ja, dat is... ja. Ja, ik ben gisteren naar Amsterdam mogen gaan en ik heb daar inderdaad een publieksprijs gekregen. Het doet plezier dat heel veel mensen inderdaad toch wel dat waarderen wat je ook gedaan hebt, Steven. Ja, en ik was ook verbaasd. Ik was meer zenuwachtig en veel meer emotioneel dan ik eigenlijk had verwacht. Dus dat heeft me wel iets gedaan. Dus, Het is een hart onder de riem. Ja. Ik ga het zwaarste brok starten. Over de vaccin-technologie die uitgerold is, denk ik essentieel voor de dag natuurlijk.